Hallo Melfan, welkom terug bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk Melfan en vandaag zijn wij op de fiets een hamburgerwezen halen, zoals we allemaal ooit wel eens in ons leven hebben gedaan. Alleen de terugreis die we nu moeten gaan doen, gaat nog heel spannend worden. Welkom bij Burger & Fries. Inderdaad, vandaag zijn we weer terug in een nieuw indie horror spelletje. Linkje daarvan zat natuurlijk in de beschrijving. En wij moeten op ons fietsje terug naar huis. Want we hebben een heerlijk hamburgertje gehaald bij de grote gele gouden M. Heerlijk, lekker. We gaan ervan genieten thuis. Maar goed, de weg naar huis gaat waarschijnlijk niet zo goed komen. En dat is het spel dat we gaan doen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Voordat we beginnen druk natuurlijk even dat een mooi duimpje omhoog. Ik zou dat heel erg waarderen. En als je meer horror content wil zien, druk op dat abonneerknopje. Want we gaan langzaam zeker richting de 200.000 abonnees. Goed, daar zijn we op de fiets. wat? Oh mijn god, dat is de hamburger. En nu? Hoe moet ik dit wegdoen? Met Esk? Ja, oh kijk, we fietsen nu. Oké, nou, dit is in ieder geval het spel. We zijn op het fietsie. We gaan lekker naar huis fietsen. En we kunnen zelfs string. Burger & Fries. Oeh. Oké. Wat cool. Wat een heerlijk muziekje. Wat een mooi avondje om alleen een hamburgertje te halen. Oh, dit doet me ook denken aan de tijden dat ik nog wel eens met mijn vrienden, hè, voor de tijd dat we een rijbewijs hadden, gewoon op de fiets naar de Mackie gingen. En bij de grote gele M gewoon even een hamburgertje gingen chappen. Holy shit. Dat waren de goede tijden. Maar ja, dit ziet er al wat stuk luguberder uit. Ik weet ook niet wat ik moet gaan verwachten. Het zag er gewoon heel goed uit en het was... Hey! Hallo mevrouw! Ah. Wat leuk! We zijn niet alleen op deze weg. Dat voelt goed. Voel ik me niet zo heel erg eenzaam. Maar ja, wat moet ik gaan doen? Ik ben aan het fietsen. En nu? Af en toe is er een of andere lantaarnpaal die ons wat licht geeft en... Wat? Er ligt hier een fiets. Hallo? Zou die vrouw die daar net langs reed hier iemand hebben aangereden en gewoon door gaan rijden na een ongeval? Want dan moeten we eigenlijk nu omkeren en achter die vrouw aangaan. Maar goed, voor mij gebeurt hier niet zoveel. Wat de heck? Oh, hallo! Hallo, mevrouw, meneer, wat fietsen daar? Ik zag er iemand gaan. Misschien is dat wel degene die fiets ook heeft gezien of zo. Of niet, hallo? It's late. I should head home. Oké. Sure, ching ching, waarom ken ik hier weer? Moet ik de andere kant op fietsen of zo? Hé, waarom zijn we hier opeens? Ik ga de andere kant dus op fietsen. Kijken of dat iets doet. Want ik vind het heel gek dat we weer terug zijn bij de burger. Dat mag dus niet. Maar even, ik vind het heel gek dat we opeens hier weer terug zijn. Waarom moet ik nou nog een keer fietsen dan? We hebben dit net toch ook al gefietst, of niet? Of is het misschien een soort van P.T. the Horror Game, waarin steeds een klein dingetje verandert? Dat zou het ook wel kunnen zijn, weet je. Zoals hier, dit bord is hetzelfde. Een Tuonella. Dat klinkt als een hotel in een of andere gekke taal die ik niet spreek. Een Tuonella. Precies. Oh jeetje, dat is gewoon een vogelverschrikker. Nou, ik schrik ervan. Het is meer een Melvin-verschrikker. Oké, nee. Ik moet echt even gewoon in het spel komen. Ik zit alleen maar stomme grappen te maken. We zijn op het fietsje. Ja, dat is even recap. We zijn aan het fietsen. We zijn een hamburgertje weten halen. Ook helemaal alleen. Ik weet niet waarom je zoiets alleen zou doen. Daarvoor heb je toch thuis bezorgd. Hé! Hey! Die vrouw weer! Oké. Nou, ik ben in ieder geval weer niet alleen. Daar ben ik blij om. Maar wat ik wilde zeggen, daar heb je toch gewoon zo'n thuisbezorgd service voor, of niet dan? Ik zelf heb gewoon liefst dan gewoon iemand die het kon brengen. In plaats van dat ik alleen op een fietsje over een hele donkere weg moet. Waar ook bloedspassen liggen bij fietsen. Oké. Hallo? Hallo? Waar? Er stond daar een meisje die lachte. En nu gaan we weer over het spoor heen. En nu komt waarschijnlijk weer het moment dat we weer terug worden gezet, of niet? Want dit is net ook gebeurd. Ja, hè? Wat? It's late. I should head home. die tekst. Oh, what the heck? Misschien moet ik gewoon de hele tijd met mijn belletje. Gewoon, hallo, ik kom eraan. Ik ben niet bang. Ik durf hier gewoon langs te fietsen. Ik ben geen pussy. Ik durf dit of zo. Misschien. Ik weet niet of dit werkt.
Nou, we zijn weer langs de To Noella. Misschien is dat wat we moeten halen. Misschien is het verhaal wel dat wij in een of ander hotel zitten. En dat wij... Oh nee, die vogelschrikker staat er wel. Nee, dat wij in een ander hotel zitten en dat wij daarom een burgertje gingen halen. Want misschien is dat hotel wel erg slecht eten. Weet je, soms zijn hotels, die zijn gewoon niet zo goed. Die zijn gewoon niet zo lekker. Dus waarschijnlijk is dat wat er aan de hand is. En daarom fietsen wij helemaal naar de meest verlaten burgertent die ik maar kan noemen. En hier moet weer die auto langs. We zijn nog steeds niet alleen, maar die vrouw die deed wel heel erg gek. Vonden jullie niet? Ik ga toch ook niet zo'n video opnemen, heel dat tegen de microfoon. Oh mijn god! Daar ligt heel veel bloed. Oh, sheeps. Oké, we gaan er gewoon langs. Wat? Wat was dat? Misschien mocht ik niet door... Misschien heb ik het verkeerd gedaan dat ik door het bloed fietste of zo? Hallo? Oh, een trein. Hallo, trein. Moet ik op jou wachten of zo? Gewoon heel net. Oh, what the heck. Misschien komt dat achter mij of zo? Oh, shit. Ah! Oh, dit vind ik echt heel creepy. Je ziet ook echt al het bloed onder haar. Nee, 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 kom op. Nee. Als ze komt ook zo... Ah, ik krijg hier echt kippenvel van. Dit vind ik echt niet leuk. What the fuck? En ze is weg. En de hele trein is opeens dood. Ik ga wel gewoon doorfietsen. Ik zit onder het... Wacht. Zit zij nu achter mij aan? Wat gebeurt hier? Ik weet niet... Oké. Mijn hamburger die mag niet gejat worden. Wij gaan gewoon niet door haar gepakt worden. Die nu achter me aan zit. Ik weet niet eens wat het is. Waarom zit het achter me aan? Wat is dit? Waarom gebeurt dit? Waarom is er opeens een of ander gek demonisch meisje op de weg? Die ook... Wow, het is echt demonisch. Snel, fietsen jong. Ik weet niet eens hoe mijn karakter heet. Maar ik moet wel voor mijn leven fietsen. Dat weet ik wel. Pas op. We moeten niet gepakt worden. Ik wil niet nog één keer gepakt worden door dat hele gekke demonische meisje waarvan ik de naam niet weet. Misschien is het een Greta. Ik vind het een Greta. Greta, blijf van me af. Ik heb geen zin in jou. Ik haat Greta op dit moment. Ik weet nog niet wat die geluiden zijn. Dat klinkt als een Greta die misschien heel erg boos is op mij. Hé, ze loopt de andere kant op. Huh? Wat? En nu zijn we weer bij de burgertent die dicht is. De burgertent is dicht. En nu? De muziek is ook anders. What the fuck? Dat wist ik niet, maar oké. Maar, de burgertent, die is nu dicht. We zijn weer bij de burgertent teruggekomen. We gaan nu waarschijnlijk weer die vogelverschrikkers zien. Die vrouw tegenkomen in de auto die helemaal gek zit te doen met haar hoofd. Wat komen we nog meer tegen? Dat meisje waarschijnlijk weer. De fiets. De hele tijd komen we dingen tegen die we hebben gezien. Maar het is veranderd en het wordt gewoon steeds enger en enger. Het is een heel uniek horrorspel. De vogelverschrikker is weg. Oh mijn god, oké. Ik blijf wel gewoon bellen. Ik blijf bellen. De bel is het enige dat ik hier heb in dit spel. Wat mij een beetje gerust stelt. Die bel, dat geluidje is gewoon fijn. En voor de rest is er niks dat ik leuk vind. Maar ja, hier komt weer die auto als het goed is. Ja, zie. Dat was echt het gezicht van iemand die een of ander demon in zijn of haar hoofd heeft aangekeken. Ik weet niet of jullie ooit wel eens horrorfilms kijken. Maar dan heb je van die gezichten die dan zo erg zijn geschrokken dat ze dood zijn gegaan terwijl ze schrokken. En dat was precies die vrouw die in die auto zat. We zijn hier trouwens ook weer voorbij dat bloedvlekje aan het gaan. Oh shit. Oh shit. Oh no. Ah! Nee. Wat? Wat? Ah, gatver, dat was zo naar. Ik weet ook niet hoe ze kon fietsen op die manier, maar dat was wel echt heel naar. Een tunnel. Een tunnel? We zijn opeens verder. Hier zijn we nog niet geweest. Kijk. Dit is nieuw. Dit is goed. Nou ja, goed wil ik het niet noemen. Maar misschien betekent dit wel dat we dichter bij het hotel komen. En dichter bij huis. Wat zijn dat? Zijn dat skelettenhoofden? Oh, wat? Dat zijn echt skelettenhoofden, of niet?
Ach, gadverdamme, dat zijn niet skeletten, dat zijn gewoon vliegende zombies. Waarom gaat alles hier fout? Echt puur en alleen voor dit burgertje, hè? Voor dat ik hoor een auto. Huh? Oh, nee. What? Oké. Ik moet nu gewoon blijven fietsen. We gaan niet achterom kijken. Ik weet niet wat het is, wat er achter me aan zit. Maar dat is die vrouw die haar nek gebroken heeft, die dood is. En nu is haar auto ook opeens een of andere transformer geworden. Die mij wil opeten. Oh, pas op. Val niet in zo'n gat van deze brug. Zit ze nou echt nog achter me aan? Want voor mij is dat wel het geval. Ah! Ja, ze zit echt achter me aan. Kut. Kom op, kom op. Ah! Fietsen, fietsen. Ik schrik, want er wordt op de deur geklopt. Maar fietsen, kom op. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. De deur gaat daar bij mij in het echt. Ik weet niet. Er zit een of andere auto achter me aan met een of andere hele grote mond. Ga ik dit overleven, is de vraag. Ik hoop het wel. Ik schrik van alles en nog wat om me heen. Kom op, doe dit. Fiets voor je leven. Ik heb alleen het gevoel dat hij niet echt voor zijn leven fietst. Het gaat echt ontzettend laag. Oh, mijn... Was dat het? Alles wordt weer normaal. Ja, er zit niks meer achter me aan. En mijn burgertje is nog steeds goed. Ook al, dat wilde ik net zeggen toen die auto kwam. Er zit wat bloed op mijn burger. Of zo. Of die zak is helemaal rood. Misschien heb ik niet een burger bij me, maar is het gewoon wat anders. It's me. Oh, dat is zo creepy. Wie is het? It's me? Mario? Misschien is het wel Mario die achter me aan zit. Oh, nou, we moeten wel gewoon fietsen. Oh, ik heb ook het gevoel dat soms die burger beweegt. Ah! Oh, mijn. Kijk nooit naar burgers in dit spel. Oh. Burger is nog goed. Ikzelf ben ook helemaal geel aan het worden. Ik weet niet wat er aan de hand is. Fiets maar gewoon door. Oh, wat was dat nou weer? Hey, jij bent weer terug. Oh, je kijkt zelfs naar mij. Ik weet het. Heb ik kleren van je aan? Ik weet het niet. We gaan in ieder geval wel gewoon door. Oh, daar fietst weer iemand. Hallo? Wie de fiets daar? Ja, ik ben bezig. Ik ben helemaal in het spel. Ik kan het niet afsluiten. Wat gebeurt hier? Er fietst hier iemand. Oh, wat is hier aan de hand? Oh, mijn hemeltje lief. Er gebeurt hier zoveel opeens. Dit is echt een heel goed spel. Dit is echt gewoon heel creepy ook. Er gebeurt zoveel... Hey. Hier ben ik niet langsgekomen. We gaan opeens alleen maar naar rechts. Wat is dit nou weer? Oh, dit is een hele andere route. Dit is een tunnel waar ik nog niet eerder ben inge... Oh, nee. Oh, de muziek houdt op. Dit zijn momenten dat de jumpscares komen. Ik heb ervaring met dit. Ik heb ervaring met dit. Dit is zo niet goed. Het is hier zo donker. Hallo? Wat? Er stond pas op voor fietsers. Is dit een... Oh mijn. Is het een of andere snelheidswedstrijd geworden of zo? Moeten we gaan wielrennen? Voor mij zit het alles snelste dat ik kan. Dat is het probleem. Ik heb niet meer tempo dan dit. Dit is echt gewoon ook nog steeds iemand die gewoon zo... Oh. Mijn. Wat? Oké. Ik heb het gevoel dat ik dit niet ga overleven. What the fuck? Oh mijn god. Kijk dat. Oh, dit is zo creepy. Dit is zo creepy. Ah, nee. 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 Fiets. Oh, er zijn hier allemaal mensen die dood aan het gaan zijn ofzo. Wat is dit? Kijk dit dan. Hallo? Wie zijn jullie dan? Au, ik mag niet tegen hun aanfietsen. Oké. Het zijn fysieke mensen. We zijn allemaal aan het wegfietsen voor dat ding dat achter ons aan zit of zo. Wat gebeurt hier? Die geluidseffecten ook zijn ook zo naar. Je hoort hem ook zo bonken of haar. Blijf van me af, je stomme klote fietser. Kom op, fiets. Je moet ook iets sneller kunnen fietsen. Als ik nou ook gewoon een BMX had, had ik gewoon fucking snel kunnen gaan. Maar nee, deze man die zit nog steeds gewoon lekker te genieten van de hamburger die hij voorin heeft. Ik snap nog steeds niet waarom ook. Oh, wat? Iedereen staat stil. Oh! Oh! Ik zei het toch, de Tunuela! Ook al staat er wel een of ander doodsteken bij. Ik denk niet dat ik deze tunnel had moeten infietsen. Nee, dit is niet goed. Dit is allemaal voor een burgertje, hè, mensen. Oh, nee.
Oh nee. Zit oma weer achter ons aan? Of wat het ook maar is. Met haar autootje. En al die handen ook. Ik wil niet dat ze me aanraken. Gadverdamme. Het zijn echt hele vieze handjes. Huh? Blijf van me af. Blijf van me af. Jij gaat niet aan mij komen. Huh? Oeh. Oeh. Pas op. Pas op voor die handjes. Al die handjes die doen... Maar zij zat net nog achter me aan. What the fuck? Is dat nou een oog? Ik weet niet wat hier aan de hand is. Behalve dat erop it's too late. Heb ik het verkeerde einde? Heeft dit spel meerdere eindes? Wat gebeurt er? What the heck? De wereld ziet er wel heel mooi uit zo. Huh? Oké, dit ziet er niet mooi uit. Ik heb liever toch een vogelschrikker dan dit. Wat is dit? Oh. Hallo? Waar brengen jullie mij naartoe? Naar de burgergod of zo? Of is dat Sauron van Lord of the Rings? Kijk ze ook dan. Het zijn echt enge beestjes. Of ik weet niet eens wat het zijn. Vliegende zombies. Alles is helemaal aan het gek gaan. Ik heb kippenvel gehad, jumpscares gehad. Ik denk dat ik nooit meer in mijn leven op de fiets voor een hamburger ga. Dat kan gewoon niet meer. Ik pak voortaan wel de auto. Ook al deed ik dat altijd al. Dit is gewoon een extra verzekering van... dit moet je gewoon niet meer doen. Ik kan het jullie ook afraden. Ga niet op de fiets een burger halen, want dan gebeurt er dit. Weet je, dan fiets je naar een of ander gek... wat is dit? Troon toe? Hallo? Of Narnia? Wat? Is het een exit? Ik was zo dichtbij. Ah, what the fuck? Ah, what the fuck? Genoeg? You do not belong. Heb ik nou net gewoon iemand, een of ander meisje, dat demon... Oh, ik heb mijn hamburger nog en ik zit in een bus of in een auto. Hè? Ik heb dus iemand aangereden die een hamburgertje was gaan halen. En daardoor heb ik al deze nachtmerries gehad of zo. Dat is wel echt een ziek einde. Dat is wel echt heel zielig en triest en intens. Have a nice meal. Oké, dat is wel ziek. Dat is wel echt ziek, want je hebt zeg maar iemand die ging een burger halen en nog iemand op de fiets ging een burger halen. En diegene in de auto heeft gewoon diegene op de fiets aangereden en toen was er van have a nice meal, want je hebt iemand aangereden. Hey! Wauw. Dit was een heel bijzonder horrorspel. Als je hebt genoten, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast op een andere video. Dit was echt heel ziek, moet ik toegeven. Dit was echt een heel leuk horrorspel. Bedankt voor het kijken. Druk op dat abonneren knopje. Druk op dat belletje op de hoogte blijven van al mijn hele leuke horrorvideo's. We zijn bijna bij de 200 abonnees, dus doe dat even. En bedankt. Ik hoop jullie bij een nieuwe video te zien. Ik heb nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... doei mensen!